Na alle speculaties en gissingen was het vandaag zover. Vijf nieuwe ministers zijn beëdigd en één is verhuisd van het ene ministerie naar het andere. De nieuwe bewindslieden zijn Lilian Ferrier bij Mino, Stuart Getrouw bij Juspol, Lalini Gopal bij Sport en Jeugdzaken, Lekram Surjan bij RVV en Stefan Sang bij Handel, Industrie en Toerisme. Patrick Pengel verhuist van Volksgezondheid naar Openbare Werken, Transport en Communicatie. De beëdiging van het nieuwe team heeft plaatsgehad op het Presidentieel Paleis. President Desiree Bouterse haalde in zijn speech aan dat de regering het niet makkelijk heeft gehad in de afgelopen 2,5 jaar. Het opvangen van de financiële crisis heeft volgens het staatshoofd de bestuurders van het land onnoemelijk veel energie gekost. Hierdoor konden zaken ter leniging van de noden van ons volk en ter bevordering van onze nationale productie niet naar volle tevredenheid van allen worden uitgevoerd. Mensen nemen hier aanstoot aan en proberen op hun wijze de regering hierop te attenderen, dan wel met de vinger na te wijzen. De regering neemt dit alles heel serieus. We noemen u in het verband van onze zwaktes, van onze beleidsvoering, de afgenomen levensstandaard van ons volk, die sinds de noodzakelijke devaluatie van de SRD in januari 2016 nog niet het niveau van toen heeft kunnen bepalen. President Desi Bouterse maakte een zwakte en sterkte analyse van de afgelopen regeerperiode. Zo gaf hij aan dat op het prijzenfront de situatie niet fraai is voor de consument. Het probleem daarbij is de hoogte van de wisselkoers. Ook de achterstand in betalingen en late betalingen door de overheid, evenals de problemen in de medische sector, kwalificeerde het staatshoofd als zwakten van de regering. Als een van de sterke kanten van zijn kabinet noemde Bouterse het gevoerde financieel beleid, ondanks de economische recessie en de financiële consequenties daarvan. Waardoor zij haar ruim 50.000 ambtenaren niet alleen iedere maand prompt hun salaris heeft betaald, maar bovendien deze salarissen en salarisaanpassingen, vakantieuitkeringen en sociale premies steeds op tijd heeft betaald. Ik kan u zeggen, het is wel een enorme inspanning hoor. Het is allemaal zo automatisch gegaan dat het lijkt alsof zulks vanzelfsprekend is. Zozeer dat niemand hierin een hele grote verdienste van de regering ziet. Dat dit kon en nog steeds kan, is een enorme geruststelling immers. Het had ook anders kunnen gaan, indien we kijken naar andere landen die in vergelijkbare crisissituaties verkeren en waarbij gedurende maanden het salaris van delen van hun ambtenarij en de particuliere sector niet of volledig konden worden uitbetaald. Een ander sterk punt van de regering is volgens de president het drinkwaterproject, evenals de elektrificatie en aanleg en verbetering van de infrastructuur. Het staatshoofd gaf als reden voor het vervangen van de ministers aan dat er andersoortige deskundigen en bekwaamheden vereist worden. Daarnaast zal de kennis en ervaring van de ouderen gecombineerd worden met het enthousiasme van de jongeren. Aldus president Bouterse vandaag bij de beëdiging van de nieuwe ministers van zijn kabinet.